Ja, Niels van Gasteren. De wedstrijd Vitesse hier tegen Blauw-Geel is afgelopen. Uitslag 2-2. Ja, ik dacht wel een verdiende uitslag. Ja, ik zeg ook tegen de jongens net dat... Zuur, man. Ja, dat je als je basis van de hele wedstrijd bekijkt, dat een 2-2 een terechte uitslag is. Alleen ja, als je hem in de 92 minuten tegenkrijgt, die 2-2... Op een manier waarbij we daar zelf natuurlijk bij die korrelsbal onder de bal doorgaan en in het fout gaan. Dan is dat heel pijnlijk en ook onnodig. En dan geef je puur op basis van hoe die 2-2 valt de overwinning weg. Maar als je inderdaad kijkt naar het hele wedstrijdbeeld dan, en de kansen over en weer, dan denk ik dat een 2-2 terecht is. Ja, de 2-1, die schitterende goal van Serkan Ordu. Ik weet niet, doet hij ooit meer? Ja, maar dat is ooit in voetballen als, denk ik. Ja, Serkan heeft een hele grote drive en die komt regelmatig rond de 16 van een tegenstander. En hij heeft gewoon een fantastisch schot. En deze bij Spakenburg thuis schoot hij hem binnen van afstand. En vandaag... Geen toeval? Nee, zeker geen toeval. Schiet hij hem ook binnen. En ik denk, als je de kwaliteit hebt van Serkan, dan moet hij minimaal een doelpuntje of 7-8 per seizoen op deze manier kunnen maken. Dus dat was goed. Ja, je wisselde op het laatst nog, bracht je Mark van der Westerlaken in. Dus je wil het verdedigen dan nog even dicht timmeren. Nou, weet je wat, met links en met rechts buiten stonden eigenlijk links en rechts back te spelen. En dat kostte heel veel energie. Dus ja, dan uiteindelijk in de organisatie veranderde in het veld niks. Alleen dan heb je wel meer een echte verdediger erbij. En ik moet zeggen, die is goed uitpakt, want Danny kwam daar als centraal te spelen bij Ali. Ja, die kreeg natuurlijk nog de kans op de 3-1. En die schoot hem eigenlijk goed in, maar de keeper pakte hem ook fantastisch. Dus die viel niet. Nou goed, dan valt in blessure tijd de 2-2. En ja. Puntje. Een puntje, ja, nogmaals. Je zegt, ik denk dat Vitesse een hele goede ploeg heeft en misschien wel voetballend de betere is van deze competitie. De eerste 20 minuten, moet ik zeggen, waren wij misschien wel bovenliggend en kregen we echt een paar kansen, scoorden we ook. En daarna werden we achteruit gedrukt. En dan was de tweede helft eigenlijk ook zo. Alleen, ja, we bleven staan en ze hadden moeite om voetballend echt goed door de heen te spelen. Ja, dus dan ziet dat wij geloof te blijven houden en genoeg energie en fit zijn om dan nog die 2-1 binnen te schieten. Dus dat is een groot compliment. En zij kregen nog één dot van de kans die Brahim fantastisch pakt. Ja goed, en nogmaals, hij valt dan op een hele lullige manier. En dat doet pijn en dat is ook onnodig. Die goal is onnodig, maar op basis van de hele wedstrijd is 2-2 zeker geen onverdiende uitslag. Ja, het zijn er nou nog ook nog 32 hè, wedstrijden. Ja, daarom. En nogmaals, het is steeds moeilijk om te zeggen waar je staat. We hebben denk ik 2 prima ploegen gehad. Alhoewel Dongen vandaag ook verliest van Hercules. Dus dat zal ook weer een goede ploeg zijn. Dus ik denk dat er geen één wedstrijd op dit niveau makkelijk zal worden. Maar ik denk zeker dat we 2 goede ploegen hebben gehad. Nou, en een punt tegen Vitesse nogmaals is terecht. En uit Dongen, ja, goed, daar hebben we het over gehad. Dus we spelen gewoon van wedstrijd naar wedstrijd. En we proberen iedere wedstrijd te winnen. En het maximale uit onze ploeg te halen. En volgende week gaat de rit uit naar EVV. Ja, je bracht tot slot in het begin, je bracht Joey Helsteren weer terug op zijn oude positie. Ja, was de wissel vorige week niet goed bevallen? Want er stond Sander in de spits samen met Alexander Mols. Klopt, dat was natuurlijk ook een bewuste keuze. Alleen ik vond achteraf dat daardoor de balans op middenveld toch een beetje weg was. Omdat de Sander hebben weggehaald. En daardoor kwamen ook Mark en Serkan al minder in het spel voor. Dus dat was achteraf gezien, vond ik, pakte dat niet goed uit. En ik had dat gedaan omdat Sander ook vorig jaar natuurlijk regelmatig in die spits heeft gespeeld. En dat ging uitstekend. Maar dan zie je dus dat wanneer je op een ander niveau speelt, ook andere dingen weer naar boven komen. Dus ik heb er vandaag bewust voor gekozen om dat middenveld intact te houden. En er kwam bij dat Joey gewoon fit genoeg was om te starten. Uiteindelijk hebben we hem na ruim een uur gewisseld. Omdat... Voorzorg? Ja, kijk, jongen, die zat er ook een beetje doorheen. En dan gaat hij forceren en dan gaat hij misschien toch wel last krijgen van zijn lease. En dat moeten we niet doen. We moeten hem uiteraard, nu die fit is, ook fit houden. Dus en daarna brachten we gewoon weer verse krachten erin. Volgende week EVV. Ja, daarom. En weer een nieuwe wedstrijd waar we op zoek gaan naar de volle 3 punten.